Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer, RGB, gaat komende zondag grondbeschikkingen uitreiken in Para. In totaal gaat het om ruim 1000 grondpapieren. Dat zegt RGB-minister Roline Samsudin. Ze voegt eraan toe dat het gaat om aanvragen die 25 tot 40 jaren terug zijn ingediend. Afhandeling van de stukken zijn we toch wel gestuurd op heel wat oneffenheden en heel veel problemen van het gebied zelf. U weet, we hebben daar ook inheemse dorpen, maar ook domeingrond. En vandaar dat we dus goed moesten uitzoeken welke gronden we wel kunnen uitgeven en welke gebieden we gewoon voor de dorpsgebieden moeten laten. In welke gebieden heeft u vrije grond kunnen vinden? Nou, sowieso is een deel van Bernarddorp nu hebben we dat. Daar waren al een aantal beschikkingen uitgegeven. En er was nog een gedeelte dat vrij domein was. Dus daar hebben we kunnen doen. En eigenlijk zijn het meer gebieden als aan de Suralkoweg, Mismanproject zoals die bekend staat. En verder nog zijn er heel veel verdelingen en overdrachten waar de mensen al jaren wonen en waar de mensen ook geen beschikkingen hadden. Ze woonden al, maar ze hadden geen beschikking. De RGB-minister zegt dat ook in het oosten van Para grondpapieren zullen worden uitgereikt. Na Para volgen Wanica, Paramaribo en Marowijne. Paramaribo heeft ook nog nooit een beurt gehad en er zijn heel veel mensen die lang wachten, bedrijven vooral op hun beschikkingen. En we willen daarom zo gauw als mogelijk dit jaar deze drie districten nog afwerken. Is er wel vrije grond in Paramaribo? Niet meer. Maar er zijn mensen die al jaren misschien een beschikking hebben, mensen die willen verdelen. En er zijn een paar aantal verkavelingsprojecten geweest waarbij de mensen een bereidsverklaring hebben en nog geen toewijzing. Dus die zaken moeten we nog, maar die inventarisatie is er nog niet. Ik denk dat we na Para gewoon gaan beginnen ook met de herregistratie. En dan kunnen we aan de slag. Want u weet, bij Para hadden we ook zo'n onoverzichtelijke situatie, waarbij we toen hebben gemeend om een herregistratie te houden. En bij die herregistratie hebben we heel veel zaken kunnen ordenen en zo op die manier dan de aanvragen hebben kunnen afhandelen. Minister Roline Samsudin van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. Zondag worden er ruim 1000 grondpapieren uitgereikt aan bewoners van Para.